Van de week was er groot nieuws, Hans. De koning treedt af. Waarom? Ja, wat me ook zeer veel pijn doet. Want ik heb het ontiegelijk naar mijn zin. Alleen ik had met Stan en Marco 2 weken geleden een overleg. Van hoe de toekomst eruit zou zien. Ja, en daar kon de club me geen duidelijkheid in verschaffen. En uiteindelijk, ja, ik weet hoe het in de voetbal werkt. Ik heb ook heel eerlijk gezegd, ja, ik kan niet wachten tot eind april, begin mei. Want dan zijn alle dingen die je eventueel aan kan pakken, zijn al vergeven. Ja, en ik ben dan te ambitieus om in juni weer thuis te zitten. En dat is dan ook de reden dat ik heb gezegd, ja, jongens, sorry, dan ga ik ook voor mezelf een nieuwe uitdaging zoeken. En er speelt op dit moment nog niks. Dat werd van de week wel gesuggereerd van de ambities en zijn er dan belangstellingen. Ja, er zijn altijd vragen van hoe is je status. Dat is in december al gebeurd, dat is in januari al gebeurd. En die status is gewoon doorgegeven van mijn zaakwaarnemer naar die clubs toe. Maar voor de rest ook helemaal niks gehoord verder. Wat zijn die ambities dan, als je die mag benoemen? Nou, de ambities is dat ik één, nog veel te gretig ben om, als het hier niet zou lukken. Hè, want dat had zomaar gekund. Dat was wel lang hadden gewacht. Dat in mei misschien had gezegd geworden van nou, we kunnen wel door op een bepaalde manier. En we kunnen het verwezenlijken. En alleen, ik kan daar niet op wachten. En wat je ook zegt, de ambities zijn dat ik gewoon niet thuis wil zitten. En dat ik gewoon, of op welk niveau het is, dit is mijn leven. En ja, ik zou dat zonde vinden als ik in juli weer mag starten en dan, dat ik dan thuis zit. Dat wil ik niet. Was dat een moeilijk besluit? Ja. Want je gaat dat niet over één dag eisen. Het zit in je kop, je neemt het mee. De werkethiek die we hebben in de technische medische staf op de werkvloer. Ja, dat is hard werken en heel veel plezier maken. Hè. En dan merken we ook in dat we natuurlijk niet voor niks de halve finale hebben gehaald. Dat we een hele goede maand januari hebben gekend. Met ook lastige momenten die nu gaan komen, hè, met wedstrijden. Maar oké, dat weten we. Dat we daar ook niet in paniek van raken met elkaar. Maar de werkethiek die er is, het gevoel. Dat is niet te beschrijven. Dat is gewoon hartstikke warm. En dat heb ik ook in het perscomité gezegd. Een warm nest waar je in belandt. Dus de opvolger zal wel niet zijn aanpassingen zal niet moeilijk zijn. Nee. Hey, en moeten de supporters nu bang zijn voor het feit dat Hans de Koning het erbij gaat laten zitten? Nee, want iedereen die mij kent zal ik maar echt tot de laatste snik mijn stinkende best blijven doen. En ik vind ook dat het heel normaal is, hè? Want het is je werk, je staat onder contract. En uiteraard gaat het dan dat je je volle 100% geeft. Hè? En dat is ook bij de rest van de staf zo. Dat is ook bij die spelersgroep. Hè? Dat zie je in iedere wedstrijd terug. Er zit een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, homogeniteit in. Dat ze alles voor elkaar over hebben. Nee, daar hoeft niemand voor bang te zijn, Stijn. Er is nog niks anders wat speelt? Nee. Wat ik ook net heel eerlijk tegen je zeg, is dat er in december en januari bij mijn zaakwaarnemer is geweest wat mijn status was in het nieuwe jaar. Maar er speelt absoluut nog niks. En ik ben normaal best wel iemand die op zeker speel. Geen oude schoenen weggooit voordat hij nieuwe heeft. Maar oké, dat is nou eenmaal zo. En daarvoor was de beslissing ook niet makkelijk. Maar op een gegeven moment moet je ook voor jezelf kiezen. Hè? Want als er straks in januari of in mei het niet zo is dat dat met elkaar doorgegaan had kunnen worden. Ja, dan had ik thuis gezeten. En dat is mijn ambitie. Dat blijft mijn ambitie, dat ik in de voetbal actief wil zijn. Op wat voor manier dan ook. Maar dat is mijn lust in mijn leven. Dus we mogen zeggen, Hans de Koning gaat er in die beslissende fase van de competitie met zijn gevolg nog steeds vol. Ja, daar hoeft ook niemand bang voor te zijn. Succes, Hans. Dankjewel, Stijn.